Naast fiets- en vaartplezier in deze regio gebeuren er hier ook andere aspecten, onder andere bedrijfsverplaatsingen. De wethouder van de gemeente Venray. Goeiedag. Hoeveel bedrijven moeten jullie hier in jullie gemeente verplaatsen? Nou, het gaat niet zozeer om moeten, maar kunnen. Want het is belangrijk dat de bedrijven zelf medewerking geven. Maar dan moeten we toch denken aan een stuk of 5, 6 de komende jaren. En is dat een initiatief van jullie? Of waar komt uiteindelijk de opdracht vandaan dat bedrijven verplaatst moeten worden? In het kader van de reconstructie is gekeken van waar kunnen bedrijven gevestigd worden zodat ze ook een toekomst hebben, dus door kunnen groeien met hun bedrijfsvoering. En waar kun je dus knelpuntoplossing voor wat betreft woningbouw en voor wat betreft natuurontwikkeling. Je noemt het feit een knelpunt dat als een boer ergens zit, dat je weer met je stank zit, mogen jullie niet bouwen. Dat is een knelpunt voor jullie. Ja, precies. Een agrarisch bedrijf dat dicht tegen de dorpskern aan zit, dat heeft een stankcirkel, daardoor is woningbouw niet mogelijk. Dus op het moment dat je en het bedrijf kan niet groeien, op het moment dat je het bedrijf weet te verplaatsen, kun je en woningbouw realiseren. Dat is erg belangrijk voor een dorp. En je kunt de agrarische onderneming opnieuw toekomst geven. Wat kun je als lokale overheid, hoe kunnen jullie dat proces beïnvloeden? Wat hebben jullie aan middelen, aan mogelijkheden? De rol van de gemeente is eigenlijk faciliterende zin. Je moet dan denken dat wij vanuit de ambtelijke organisatie voornamelijk een goede afstemming weten te realiseren tussen de diverse vergunningen en de diverse procedurele trajecten. Zoals bouwvergunning, bestemmingsplanwijziging, milieuvergunningen. En daarin moet je de ondernemer goed in begeleiden en precies aangeven wat kan en wat niet kan. En in die faciliterende zin gewoon een positieve bijdrage leveren aan het totale verplaatsingsproces. Het bedrijf dat we moeten gaan verplaatsen, of dat jullie willen gaan verplaatsen, waar ligt dat nu? Nou, dat ligt hier. Dat is dat bedrijf. En het wordt helemaal verplaatst deze kant op, richting de Middenpeelweg. Ter bescherming van de Heidsepeel? Het is de Heidsepeel. Die hier praten we over, dit is de Heidsepeel. En u ziet wel dat hier allemaal kleine stukjes natuur zijn, snippers. Ja. En daartussenin ligt overal landbouw. En het is heel erg moeilijk om dit nat te houden en de landbouwgronden droog te houden. Dat is natuurlijk een hele kunst. Ja. En dat is een heel gekunsteld plan met allerlei slootjes en stuwtjes en zo om dat te realiseren op dit moment. Dus dit valt helemaal in de ecologische hoofdstructuur. En het zou goed zijn natuurlijk als die landbouwstukken op termijn zouden verdwijnen. Nou, je zit als lid van de Milieufederatie Limburg in die gebiedscommissie. Hoe kijken die andere mensen aan tegen dat zo beschermen van die natuur, of dat het opnieuw ontwikkelen eigenlijk van die natuur? Ja, je zou eigenlijk verwachten dat bijvoorbeeld de agrariërs daar erg tegen zijn en zo, maar het valt heel erg mee. Je ziet toch wel dat er steeds meer draagvlak komt ook. En het gesprek tussen de agrariërs en de natuurmensen, die is de laatste jaren erg vooruit gegaan. Je ziet ook wel allerlei dingen die ontstaan, hè, die autonome bewegingen eigenlijk, waardoor ook heel veel boeren stoppen, waardoor er land vrijkomt, waardoor er wat beweging is, waardoor je kunt schuiven. En dat zien de boeren zelf ook wel. Zij proberen ook bij zo'n gebied, daar zijn hun kansen natuurlijk toch heel erg gering, want ze kunnen nooit uitbreiden, ze zitten hier altijd in de weg. Boer geen toekomst nee, meer zijn. Nee, echt niet. Want die kan nooit met intensieve veehouderij hier uitbreiden of iets dergelijks. En ja, op termijn zul je zien dat er waarschijnlijk steeds minder bedrijven komen, maar die wel veel groter zijn. Na het gesprek met de wethouder en de Milieufederatie zullen we ook maar eens met de boer gaan praten die zijn bedrijf moet gaan verplaatsen. Jij bent een van de boeren die gaat verplaatsen hier in het gebied. Hoe kom je zelf, hoe word je zelf betrokken bij zo'n verplaatsing? Nou, hoe kom je tot zo'n verplaatsing? Wij hebben de keuze gemaakt om als landbouwbedrijf door te gaan. En wij zouden hier dus beginnen met het bouwen van een nieuwe vleesvarkensstal. En dat paste niet zo goed in de wensen van de politiek. En dus die hebben ons benaderd of dat we niet in zouden zijn voor een totale bedrijfsverplaatsing. En zodoende zijn we toen in gesprek gekomen om dit te verkopen en op zoek te gaan naar een andere locatie. Onze gronden die hier liggen, 30 hectare, zijn allemaal aangewezen voor die natuurontwikkeling. Daar kan je van vinden wat je ervan vindt. Het is een gegeven dat op termijn een keer gaat komen.
We mochten hier nog één stal bouwen, maar dan zou het waarschijnlijk ook afgelopen zijn. Dus we hebben toen gezegd, toen die kans zich voordeed, laten we op zijn minst eens gaan onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn. Want als je je bedrijf met die uitbreiding die je mocht doen, had gedaan, was je bedrijf dan economisch niet meer rendabel geweest in de toekomst? Nou wel, we hadden hier ook wel toekomst gehad, maar de dreiging van die natuurontwikkeling bleef liggen. En ook de ontwikkelingsmogelijkheden in de varkenshouderij waren dan eigenlijk hier afgesloten, omdat we toch maar 100 meter van een belangrijk natuurgebied aflagen. En op termijn blijft dat altijd een extra kostenpost om aan die eisen van de politiek of ja, van de maatschappelijke eisen te kunnen voldoen, zeg maar. En dan maak je als ondernemer zo'n beslissing om mee te gaan in zo'n bedrijfsverplaatsing. Wat komt er dan op je af? Nou, het begint eerst natuurlijk, het moet duidelijk zijn, je eigen bedrijf, kun je dat voor redelijk geld verkopen? Dus wat heeft de overheid over om je de verplaatsing mogelijk te maken? En bieden die genoeg? Nou, daar is best veel tijd overheen gegaan, want de eerste keer hebben we ze gezegd, ja, maar voor een fooi gaan wij niet weg. Mm-hmm. En toen hebben we gewoon een nette brief gestuurd waarin onze aandachtspunten stonden. We hebben gezegd, je mag terugkomen, maar dan moet het wel echt serieus zijn, want dan stoppen wij er geen tijd meer in. Ja. Nou, dat is toen gebeurd. Toen kwam er een bod waarvan we zeiden, ja, dat is in ieder geval van die mate dat we op zijn minst ons even de tijd moeten gunnen om op zoek te gaan naar iets anders. Ja, dan krijg je de discussie, waar wil je naartoe? Mm-hmm. En ja, wij zijn behalve boeren ook nog gemeenschapsmensen, dus wij wouden niet al te ver uit de omgeving weg. En dan is het zelfs gelukt om in IJsselstein een nieuwe locatie te vinden. Nou ja, de volgende fase waar we nu naartoe gaan, dat is hopen we naar de bouwvak te beginnen met de bouw van een nieuwe woning en een nieuwe loods. Hopen we volgend jaar lente ongeveer klaar te hebben. En dat betekent dat we eind volgend jaar hier de zaken zullen moeten beëindigen. En dat we dan alles op de nieuwe locaties verder klaar moeten hebben en dat we daar dan ook verder gaan. En wat overheerst dan? De pijn van het oude of de trots naar het nieuwe toe? Beiden. En ik denk dat je... Natuurlijk, het is een uitdaging om het op te zetten en ik denk dat we over 2 jaar heel blij zijn dat het allemaal gebeurd is, maar het kost enorm veel energie, enorm veel tijd en wie er ook ooit aan begint, ik wil dat mensen meegeven, onderschat het niet.